dat heb ik geen jaren gezien. Zo mooi, zo mooi. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Dat heb ik geen jaren gezien. Zo mooi, zo mooi. Ja, dames en heren, we zijn nu in een heel ander gedeelte van West-Friesland, in Spanbroek. Op de Zomerdijk. Die dijk is ooit eens aangelegd om de dorpen Obdam, Spanbroek, maar ook Wadwaai, dat was toen eigenlijk nog een aardig dorp, en Wochtum te beschermen tegen de woeste golven van destijds de Baasdorpenmeer. Dat zou je nou niet meer zeggen, maar dat was toen een grote noodzaak, want anders zouden die dorpen steeds weer onder water komen te staan. Dus die Zomerdijk die ligt hier al een mooi tijdje, eeuwen al. En een paar honderd meter van deze Zomerdijk staat een stolpje. En dat wilde ik wel eens een keertje weten hoe dat allemaal zit. De bewoonster, Anselien, die zal ons wat verder vertellen over, over deze hele speciale manier van wonen. Want Anselien, bevalt dat hier om honderden meters ver weg te wonen van zo'n dijk, van de openbare weg? Ja, heerlijk is het gewoon. Wel erg rustig, hè? Nee, helemaal niet rustig. Nee, niet rustig. Echt niet. Misschien heb ik het wel. Krijg ik meer mensen als dat ik in de nieuwbouw woon. Meen je het? Ja, absoluut. Ja. Nee, want het speciale van deze woning, van deze stolp, is ook nog eens een keer dat dit een onderdeel was van een molen, namelijk, want daar gaan we straks ook eventjes kijken, van en wat achtergronden over deze molen. Zullen we daar eens even naartoe gaan? Dat gaan we even doen. Dan nemen we de hond mee. De molen is gemaakt in 1873. Ja. En het is gewoon een hele kleine watermolen. Ja, feitelijk wel. Hè? Al in verhouding met andere molens. Doet hij toch? Hij draait nog steeds. Oh ja. Ja, maar de functie is er wel afgehaald vanwege nu met computers en zo. Maar nee, maar er komt geen water meer uit dan? Nee, er komt geen water meer uit. Dan zeggen ze wel eens, hij draait voor de prins. Ja, eigenlijk wel. Ja, die ken je uit. Ja, klopt. Draait voor de prins. Ja. Maar, ja, en ik heb ook wel eens gehoord, hier hebben zelfs mensen in gewoond. Hier hebben gezin. Een heel groot gezin. Er zijn ook kinderen ingeboren. Ja. Maar op een gegeven moment, er waren wat kinderen overleden. En dat had te maken met ziektes, door het vocht. Maar ze gaven het ook de schuld door het wiebelen van de molen. Het wiebelen van de molen. Het wiebelen van de molen. En dat was slecht voor die kinderen. En dat was schijnbaar slecht voor de kinderen. Ja, dat is een mooi verhaal. Zeg. Ja. Ja. Kijk eens dan. Maar dit is dus wat we noemen een buitenkruier. Ja, Wijs heeft zo'n staart. Ja. En doe je dat zelf ook wel? Zo omzetten, draaien? Of, Nee, het is voor mij te zwaar werk. Oh, ja. Maar mijn man die is molenaar tussen haakjes als ik tijd heb. En sinds kort hebben we een vrijwillige molenaar erop. Ja. En die probeert wekelijks te draaien. En een brokje nostalgie. Ja. Omdat het zo ongezond was, hebben ze er hier maar een boerderij bij gezet. Een stolpje. Ja, die is rond 1900 neergezet. Ja. En toen heb waarschijnlijk de molen klaar geweest. Ook onder andere. Ja. En toen hebben ze er een stolp bij gezet. Ja. En vanaf die tijd werd het molenaarswoning. Ja. En ze hielden koetjes. En een tuintje. Ja. Een groentetuin. Had die toch een bestaan? In ieder geval. Ja. Ja. En dan wilde ik eigenlijk ook wel echte molenaarsstolp zien. Want ik weet niet of er nou veel in West-Friesland zijn. Een stolp bij een molen. Ja, daar heb ik me eigenlijk nooit zo erg in verdiept. Nee. Maar we hebben het in de tijd helemaal verbouwd. Dus authentieke dingen, die zijn er niet meer. Nee. Ook omdat in de jaren 60 is het al verbouwd en zo. Ja.
En het enige wat wij echt behouden hebben, dat zijn de vierkantspalen, wat echt in zicht is. Ja. Ja, dit doet toch weinig meer denken aan de molenaar. Ja, daar is eigenlijk weinig meer van terug te zien. Hè? Ja, het is dat, allemaal verbouwd zoals we nu leven. Ja, je ziet ook wel, het is een vrij simpele, kleine vierkant. Ja. Dat zie je ook wel aan die palen. Ja. Want ik zie dat wel aan die zwing. Dat zijn echt gekantrecht. Want anders zit er wel zo'n ronde kant aan. Maar dat is hier dat is hier niet het geval. Nee. Dus je kunt ook wel zien dat het een vrij jonge stolp nog is. Ja, nou ja. Een eeuw. Ja. Ja. Ik zie daar eigenlijk op die zwing ook nog een Z staan. Ja. Al die palen waren gemarkeerd. Met noord, oost, zuid, west. Hey, ja. En deze is voor ons de enige die dan nog zichtbaar is. Ja. Ja, Anseline, ik vond het buitengewoon interessant om hier eens te komen. En heel instructief. Ja. Stolpje hier. Leuk met de molen. Ja. En je ziet wel, het is niet eenzaam, want zelfs wij wisten je te vinden. Ja, precies. Okay, en voor de kijkers, ik hoop dat u ook genoten heeft. Blijf kijken, ook de volgende week. Want